Hey hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de Stobe Cinematic Smart Projector. In every scene a bigger screen. Dat is in ieder geval hun motto. Kortom, ze hebben dit product toegestuurd om hier te testen en kijken of het is. Maar ik word er overigens niet voor betaald, dus als het niks is, dan gaan we dit ding gewoon helemaal afchecken. Maar in ieder geval, wat gaan we krijgen? Dat is de vraag, dus blijf zeker even kijken. Het eerste wat me opviel is dat uiteraard dit is dan een smart beamer zoals we het mooi noemen. En hier kunnen we dan ook gelijk ook van alles mee bekijken. Zoals Google Play kunnen we erop gaan, we kunnen op YouTube. En ja, dat is nog wel heel erg luxe aan deze variant. Ze benoemen hem dan ook de Cinematic Smart Projector. Cinematic, dan ben ik echt wel benieuwd hoe gaat deze er in principe uitzien. Is het dan ook echt wel het beeld wat we kunnen verwachten om bijvoorbeeld waar je ook gewoon je tv mee kan vervangen? Nou, in ieder geval, dan krijgen we een mooi shakje waar het in zit. Dan kan je hem zo heel gemakkelijk meenemen. De afstandsbediening, ja, dat geeft ook al aan. Kijk, zoals je hier ziet, hebben we al gelijk ingebouwd. YouTube, Netflix, Prime Video. Dus dat is ook echt wel een van de luxere dingen die we erbij gaan krijgen. Dus dat is wel heel erg gunstig. Dan hebben we de beamer zelf. En man, dit is inderdaad een hele mooie beamer om te zien. Hij is ietsjes anders dan de andere varianten. Dat heeft te maken omdat deze gewoon... ja, en weer een andere soort lijn is eigenlijk. Kortom, het is een hele mooie beamer om te zien. Hij is nog best wat hoog, maar uiteraard niet zo hoog als in andere. Laten we een andere video wel misschien een keer doen, een soort vergelijking. De achterkant hebben best wel wat verschillende aansluitingen, zoals de USB, die we al eerder hebben gezien. En met de USB kunnen we daar ook mediafiles, geloof ik, inladen. HDMI, dan hebben we in ieder geval de AUX, die hebben we ook eventueel nog. En de input voor de stroom. Als je deze klep omhoog doet of weghaalt, kunnen we in principe hier, zie je dan eigenlijk de... ja, dit is de soort Android box die erin zit. Zal niet heel spannend zijn. Maar voor de rest, hier, dit zorgt ervoor, zover ik ben begrepen, dat je dan in principe al de smart functies hebt. Dus daar kan je eventueel in, mag je dat nodig vinden. Voor de rest, dit is dan hetgeen wat we gaan krijgen aan de binnenkant. Hoe moet de pocket? Daar maar op, zo gaat dat ding er weer in. En voor de rest is het wel een mooi beamertje om te zien. Ik vind het wel een heel erg mooi design. En aan de bovenkant krijgen we dan in principe alle bedieningsknoppen. Mooi stickertje waar je in ieder geval rekening mee moet houden als het gaat om alles. Voor de rest de plaatsing. Wat ik wel bijzonder vind eigenlijk, de vorige varianten hebben zelfs touch. Dat heeft dus niet, hebben ze gekozen om gewoon een simpel knopje. Nou ja, is ook gewoon prima. Kan je hem aan en uitzetten, teruggaan. Je kan een minuutje mee bedienen, gewoon een beetje standaard. Maar voor vele dingen zou je deze wel nodig hebben. Dan hebben we hier in ieder geval de Google Approved ATV Android System. Zit hier wel in. Hij heeft een totaal 90 watt verbruikt die op een 19 volt. Haha, maar er zit nog meer in een doosje, want er zit weer een doosje in het doosje. Nou, normaal gesproken zit volgens mij hier de remote in. Had ik al uitgehaald, want ik was eigenlijk wel benieuwd naar de beamer zelf. Maar die hebben natuurlijk eventjes gecheckt wat er allemaal, wat je er eigenlijk überhaupt mee kan. Want ja, ik was ook heel benieuwd aan de afstandsbediening verschillen, want daar hebben we wel verschillen in. Dan heeft het de stroomkabels en een boekje. Yeah, boekje. Die volgens mij heel veel mensen niet lezen. Maar gewoon een mooie uitleg van hoe alles een beetje werkt, hoe alles op in moet stellen. Ja, en dat is dan ook hetgene. Ik zou zeggen, ik loop er eventjes doorheen, kom je ergens niet aan uit. Wat zit er allemaal in het doosje? Niet veel spannend. Waar bijvoorbeeld de beamer in een mooi zakje zit, is daarnaast krijgen we een 19 volt adapter. De adapter is wel een mooie kwaliteit adapter. Voelt ook lekker zwaar aan. Als het om de afstandsbediening gaat, hier is dan eigenlijk een van de grotere verschillen. En daar wil ik mee zeggen, als je eentje kijkt van de andere lijn, zie je gewoon dat we veel meer functies nu hebben. Zoals je hier ziet, hebben we dan ook YouTube, Netflix, Prime Video en Disney+. Dus kunnen we indrukken en meteen kijken. En we hebben nog andere functies die erop zitten die we bij de normale beamers niet hadden. En daar is in principe ook waar een van de grotere verschillen. Voor de rest werkt deze ook gewoon op dubbel AAA batterijtjes. Kwalitatief is het wel een mooie afstandsbediening, al ziet hij er nog wel hetzelfde uit als degene van mijn verlichting. Ja, dat is denk ik wel grappig. Volgens mij is er gewoon één fabrikant die al die afstandsbediening maakt. Maar buiten dat functioneert hij gewoon prima en werkt hij gewoon goed. Een ander onderwerp dat ik even wilde toevoegen aan deze video is het scherm. Het scherm wat je in principe op projecteert kan ook echt wel een heel ander resultaat zijn. Je kan gewoon een mooie witte muur pakken bij wijze van, of voor mij heb het lamellen wat ik in het verleden heb laten zien. Maar je hebt in principe ook speciale doeken die je verkoopt en daar krijg je dus echt wel een ander effect mee. In dit gedeelte wil ik eigenlijk gewoon de diverse schermen gaan testen. Let wel op, ik gebruik wel de luxe beamer. En dat heb ik bewust gedaan om goed te kunnen laten zien wat de verschillen zijn. Het eerste scherm is super handig op te zetten. Dus heb je bijvoorbeeld gewoon wel even tijdelijk veel ruimte beschikking, kan je deze heel gemakkelijk in elkaar zetten. Het is in ieder geval wel gedoe, maar voor de rest is het best wel een mooie oplossing met een statief op deze manier.
Het doek wat erbij zit is niet het beste doek, vind ik zelf. Simpelweg, je ziet er zitten heel veel kreuken in. En ik vond het best wel lastig om dat uiteindelijk helemaal strak te krijgen. Ik ben er geen fan van. En hij is ook een beetje doorzichtig. En dat is wel het nadeel, waardoor je dus niet het beste effect krijgt met een beamer. Voor de rest, als je een goed donkere ruimte hebt, ziet het er voor de rest gewoon prima uit. In de volgende stap heb ik het nog anders gedaan. Dan hebben we in principe ook het speciale doek wat je er nog apart bij kan kopen. Waar de beamer eigenlijk wel tot leven komt. Ook met de goedkopere heeft het een heel groot effect. Het heeft in principe absoluut een veel beter contrast en de kleuren en alles ziet er gewoon veel beter uit. Daarnaast het enige wat wel een beetje een nadeel is, als je er gewoon voor gaat staan, ziet het er prachtig uit. Maar ga je op een hoekje zitten, dan merk je wel dat het effect wat minder gaat worden. Maar dit zou wel een goed alternatief zijn als je bijvoorbeeld hem prima kan ophangen. Maar jij wel ziet jezelf, joh, ik wil toch een beter effect hebben voor eigenlijk een klein beetje meer geld. Dan is dit scherm in principe wel een oplossing. Ik ga deze ook implementeren in de video en ook in de vergelijking. Kortom, ik heb hem even voor het scherm gehangen wat ik al had staan. Heb ik hem even strak gespannen. Ik heb hem ook nog voorzichtig eventjes proberen dat hij zo recht mogelijk is. Maar ja, ik blijf het er altijd een heel gevecht vinden. Maar dit is in ieder geval een alternatief wat we dus in principe gaan doen. En zoals je hier ziet, op het moment dat ik me voor het scherm ga draaien, zie je dat hij een stuk mooier wordt qua kleuren. En dit is echt wel een zekere verbetering. In deze test hebben we dan ook zelfs nog een derde optie. En dit is voor mij persoonlijk de beste manier. Het is in principe wel de meest handige. Het is een super handig projectorscherm die je zo mee kunt nemen. Hij is wel iets minder mobiel omdat hij natuurlijk lang is. Dus hou daar wel rekening mee. Ik wil niet de grote versie hebben voor dit geval, want anders is hij niet meer te transporteren. Maar je kan hem heel gemakkelijk gewoon uitrollen. Hoe super handig is dat? Dus en dat vind ik wel zoveel beter. Nou ja, en vanaf dat punt kan je in principe gewoon omhoog rollen. En kan je hem in principe positioneren op de hoogte van de beamer. Het scherm zelf is natuurlijk een stuk kleiner dan ons vorige scherm, maar ook de kwaliteit is niet hetzelfde als zeg maar het speciale doek. Uiteindelijk wil ik wel alle reviews gaan maken op dit specifieke, standaard doek die je heel gemakkelijk kunt kopen. Kortom, ik moet uiteindelijk een uitgangspunt hebben en ik heb gekozen voor deze variant. Maar op zich ziet het er echt niet verkeerd uit en ik heb er best wel een poosje gebruikt, maar afhankelijk welke beam je gebruikt is de kwaliteit heel bepalend. Kortom, we gaan in ieder geval eens even een vergelijking doen met het normale scherm. Dan het Special Projector Screen. En dit ziet er echt zoveel beter uit inderdaad. En dan weer terug naar degene die we uitrollen. En die vind ik ook absoluut niet slecht. Dus vanuit dat punt wil ik eigenlijk alle reviews gewoon maken. Het eerste wat me wel opviel, zelfs ik veel licht heb in de studio, heb ik nog steeds best wel een mooi helder beeld. Het menu reageert lekker snel, alleen wat ik wel vreemd vind als ik dan het volume wil regelen van het apparaat. Ja, dit is heel raar, dit heeft gewoon een paar seconden vertraging, maar goed. Dan gaan we even alles uitzetten hier en dan zie je dat het gewoon echt mooi beeld is. Het eerste wat we gaan doen is even de Android box instellen of in ieder geval het apparaat om te kijken. Dan stellen we uiteraard onze taal in, nou, we pakken gewoon even English. Nou gaan we eens even volgende. Nou, zoals je hier ziet, quick setup voor de TV with an Android phone. Dus uiteindelijk kun je hem daar ook op instellen. Dat je hem eventueel met een Android telefoon kan koppelen. Dan gaan we even skippen. Nou, we kunnen dat. Ik heb zelf even een hotspot gemaakt, want ik heb wireless internet hier zo. Nou, het wachtwoord moeten we even invullen om te beginnen. En dan kunnen we door met alles in te stellen. Als je wachtwoord is goed ingevuld, dan krijgen we in principe de melding dat alles goed is gegaan. En dan gaat hij in principe proberen in te stellen. Het enige is een nadeel wat we dus natuurlijk weer gaan krijgen, dat we bij deze stap dan weer iets moeten updaten. En het volgende wat we moeten gaan doen is inloggen met ons Gmail account die je dus in principe wilt koppelen aan het apparaat. Want die hebben we dus nodig om in principe in de Android Store en al die andere functies te kunnen gebruiken. Het volgende wat we in gaan stellen is dan eigenlijk de opties van de afstandsbediening. Waaronder eigenlijk als je dan eigenlijk alles aan of uit wilt zetten. Bijvoorbeeld dit is de Google Assist, dus zeg maar dat we hem aan willen zetten. Want dat kunnen we kiezen of dat we bepaalde opties willen of dat we hem aan willen hebben bij elke app. Voor de rest hebben we dan Get Most of your Google Assistant. Nou, kortom, in ieder geval, ze kunnen e-mail sturen, wil ik allemaal niet. Op bokken met die handel. Kortom, hier gaan we in ieder geval install alle following apps, ofwel de apps die we gaan installeren. Doet hij in principe ook eventjes meepakken. Nou, doe ik continue. Nou, en dan gaat hij in principe jouw apparaat installeren en helemaal gereed maken.
Aan de achterzijde hebben we ook een USB. En met deze USB heb ik eigenlijk dan ja, gewoon een optie. Dan krijg ik gelijk meteen dat ik hem opstart van waar wil je hem voor gebruiken. Wil je hem gebruiken als externe opslag? Nou, moet ik eerst zeggen, weet ik niet hoeveel opslag die in principe heeft als het gaat om de beamer zelf. Maar het kan wel handig zijn, want stel je zou er een USB-stickje van 128 GB in doen, kan je deze als hoofdopslag gebruiken. Nou, op dit moment ga ik hem browsen. Nou, dat houdt in principe in, dan ga ik gewoon gaan kijken. Nou, het geeft hij aan dat hij 16 GB is. Dit is mijn test SD, niks spannends voor de rest. Doe voor de rest niks mee, maar dan weet je wel dat je hem in kan stellen. Als je hem op hebt gestart, zoals je ziet, krijg je naar zijn Android box, krijgen we heel veel mogelijkheden. We kunnen Netflix instellen, we kunnen lekker YouTube kijken. Ja, en dan hebben we in principe daar al de mogelijkheden. En dat is natuurlijk waar deze beamer in principe wel uitblinkt tegenover heel veel andere varianten die hij heeft. Als het gaat om de goedkopere lijn. Hier kunnen we dan ook echt veel meer mee. Ja, en hier kunnen we gewoon lekker van Netflixen en andere zaken. Bijvoorbeeld op YouTube kunnen we gaan, kunnen we lekker filmpjes kijken. En dat werkt voor de rest natuurlijk ook gewoon plug and play. En zoals je hier ziet, kunnen we dan in principe gewoon lekker filmpjes kijken. En werkt voor de rest wel prima. Het enige wat ik wel merk is dat als je ook hoort. Je hoort ook maar mede dat hij gaat bewegen, dat er toch een kleine vertraging af en toe in zit. Dus dat vind ik wel een dingetje. Wat ik eigenlijk dan soms wel jammer vind eigenlijk. Zoek. Oh, probeer in ieder geval dat andere weer dat Google. Nou, ga nou zoeken. Even kijken. Zoek Wicked Dutch Gamer. Wicked Dutch Gamer. Oh, zie. Nou, dan komt hij in ieder geval. Nou, dan kunnen we daar onze filmpjes bekijken. Nou, het is dan eigenlijk hetgene wat we gaan krijgen met de beamer. En ja, voor de rest de Google Assist met de afstandsbediening werkt gewoon voor de rest prima. Dus ik vind het wel een leuke toevoeging. Maar laten we eens even overschakelen naar gamen. Maar voordat we gaan gamen, want het eerste wat ik eigenlijk wil proberen is overigens eventjes kijken hoe de input werkt. Het is echt wel een mooi menu, strak simpel. Nou, we hebben bijvoorbeeld de USB, wat ik al eerder aangaf. Ik heb hem niet ingesteld als opslagmoment, of in ieder geval opslagstoortje voor jouw beamer. Kun je wel doen, heb ik niet gedaan. Nu is het gewoon een extra, in principe, item wat ik erin steek. Zie je hem ook hier, test SD. Hij maakt allemaal foldertjes aan, dat doet het waarschijnlijk omdat het een Android box is. Die doet het automatisch, heel erg vervelend. Niks aan te doen. Nou, dan krijgen we in principe het plaatje. Nou, het plaatje leidt lekker snel in, zoals je hier kunt zien. Ik weet niet, ja, we kunnen opzij drukken. Dat werkt in principe voor de rest ook. Kunnen we heel gemakkelijk door de plaatjes heen gaan. Dus stel je een presentatie wil geven, of van mijn part wil je gewoon een plaatje kijken van vakantie. Ja, je plugt ze gewoon in en het werkt gewoon voor de rest prima. Uiteraard moet je ze uiteindelijk wel een mapje zetten, want dan heb je een eigen lijst. De muziek daarentegen klinkt echt heel goed. De volume staat nu op 30%. Ja, dit is echt fenomenaal beter dan al die anderen. Zelfs gewoon bas. Ik weet niet of dat mee kan krijgen met de camera, de opname, maar wow. Je hoort toch zelfs die mooie diepe bas. Die is er ook gewoon. Dus in dat opzicht ben ik wel heel erg te spreken. De laatste test, en dat is eigenlijk wel de ultieme test, is even kijken waar staat die. Het filmpje wat ik had toegevoegd. Want daar had ik bij de vorige beamers continu problemen mee. En ja, dat vond ik dan wel heel erg jammer. Nou zit ik hier doorheen te scrollen en waar staat hij nou? Waar staat hij? Ik heb hem net nog gezien. Oh ja, hier zo staat hij. Nou, eens even kijken. Nou, dat inderdaad perfect. Oké, ingedrukt houden. Gaat hij terug naar het begin. De action. Nou ja, we gaan in ieder geval niks met de action natuurlijk, want dit ding komt niet van de action af. Maar voor de rest, dat werkt perfect als het gaat om de media. Super, ben ik heel erg over te spreken. Ja, met deze duurdere beamer van Stobe zie je wel gewoon dat dit er fantastisch uitziet. We hebben natuurlijk wel ook verschillen met doeken. Daar ga ik ook wel zeker wat winst te behalen. Maar dit ziet er gewoon super mooi uit. En overal games zoals Super Mario, die komen gewoon echt tot z'n recht. Omdat het een heel veel kleurvol spel is. Maar laten we even een potje gamen. Nou, het eerste wat me echt opvalt als ik nu in het spel ben en ik kijk eigenlijk gewoon naar het beeld. Het ziet er prachtig uit. Echt, het verschil tussen die andere beamers die ik heb getest, dit is niet te vergelijken. Uiteraard een hele andere prijsklasse als het daarom gaat. Maar dit is dan ook echt wel een verschil. Buiten ook de mediafuncties die we dan hebben. Dit is gewoon subliem. Absoluut. Kortom, hier kan ik op als echt gewoon de videogames spelen en van genieten. Maar laten we gewoon eens even de PlayStation 5 erbij pakken. Waar ik bij de vorige beamers ook gewoon prima vond om te spelen. Nu merk je met wat hogere resolutie dat het beeld er prachtig gewoon uitziet. Ja, en het verschil. In combinatie alleen al met het geluid wat er uit de speaker komt. Dit is zo fenomenaal beter.
Ja, en nogmaals, ja, de prijsklasse vergeleken met de andere varianten die ik vaak online vind of bij hemzelf, bij deze winkel. Ja, dan zie je dus gewoon echt wel een groot verschil. Dit is eigenlijk, als ik nou zo'n beetje kijk, die kunnen wel zeggen, als je nou dit kunnen we gewoon vergelijken met een best wel goede tv. Uiteraard niet met een super high-end tv, alle waarde naar zijn geld natuurlijk. Maar wel gewoon tot het punt dat ik zeg van, ik kan wel gewoon echt genieten van deze games. Nu speel ik het op een wat kleiner scherm en ik denk op een groter scherm zal het ook geen probleem zijn. Denk aan bijvoorbeeld 70 inch of zo. Lekker projecteren op een muur. Ik denk dat het geen probleem gaat geven. En ook voor films kijken wordt dit gewoon heel erg gaaf. Maar dan met zo'n prijskaartje. En natuurlijk, hij komt met heel veel features, zoals bijvoorbeeld de Smart TV. Heel erg tof. Maar is dit dan ook de beamer die jij in principe moet kopen? Als je dan bijvoorbeeld een beamer zoekt. Want in dit segment heb je ook heel veel soorten keuzes. Met Stobe heb je veel varianten. Dus zoek je iets simpels voor een Switch. Ja, heb je al een keuze van rond de 100 euro bij wijze van. En is er soms meer dan voldoende. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren en laat me weten in de comments wat jij van dit product vindt. Want dat vind ik ook wat leuk om terug te lezen. En dan zie ik jou weer de volgende keer.